We zijn hier bij een klant en die wil graag een stuk agrarische grond teruggeven aan de natuur. Jans Berghoff, de hoveniers die ik had gevraagd om dit mee te helpen ontwikkelen en tekenen, die kwamen met het idee voor deze betonwand omdat ze dat met bosbeton uit Barneveld samen hebben ontwikkeld. En dit is de eerste, de allereerste, begrijp ik. Biokeerwand, dat is een betonnen L-element. Die gebruiken we in tuinen en dat is om hoogteverschillen mee op te vangen. Wij wilden graag meer groen en, in die keerwanden, dus daarom zijn er gaten ingeboord. Daardoor kunnen de planten ingepoot worden en die planten kunnen groeien. Dan hebben we beton en groen en vandaar de biokeerwand. Een van onze slogans en klantbeloftes die wij hebben is Building a Solid Future, dus we willen aan een solide toekomst bouwen samen. En als fabrikant moet je dan door innoveren, maar dat kan je dus niet alleen. Dat moet je echt wel in samenwerking met die partners doen. En dat vond ik ook wel het mooie van dit project. Daar komen eigenlijk alle specialismes bij elkaar. Wat hier sterk van was, dat ze zeiden van ja, die biokeerwand is er al. Door een klein extra te doen, kunnen we die echt een ecologische meerwaarde geven. Door de klimaatveranderingen en door alle wet- en regelgeving. Je wordt gestimuleerd om creatief te gaan worden. Samen kom je tot zo'n idee, wat er anders helemaal misschien niet was ontstaan. Normaal gesproken zouden de meeste producenten zeggen, je produceert eerst een volledige hele keerwand en daarna zaag je die ruimtes uit. Maar als je dat doet, moet je dus extra handelingen doen en heb je eigenlijk ook weer meteen heel veel verlies op zo'n wand. En dat moet je voor zijn en dat kan je doen door dat in de productie al te besparen. Dus dat je het ook niet maakt volledig dicht, maar dat je meteen die ruimtes er al in creëert. Doordat je heel veel beton uitspaart uit die wand, wordt die wand natuurlijk zwakker. Hoe ga je dat dan weer op de goede manier compenseren, dat die toch ook die kerende functie kan behouden? Dan moet je dus echt weer verder gaan engineeren. Twee uitdagingen om dat product dan ook goed en duurzaam te kunnen produceren. Het is de bedoeling dat deze wand echte bijen, vlinders en insecten gaat aantrekken. De planten hebben ook bewust gekozen dat ze bloeien, dat ze schuilplaats zijn voor insecten. Er zitten ook een aantal insectenhotels in. Dus het idee is echt grondkering met functie biodiversiteit te stimuleren. Ik denk echt dat we op een heel klein stukje een hele grote diversiteit hebben kunnen creëren. Iedereen kan dit product eigenlijk bij ons afnemen. Dus je maakt het eigenlijk toegankelijk voor iedereen. Ik geloof ook echt dat duurzaamheid voor iedereen toegankelijk zou moeten kunnen zijn. We willen het ook graag meetbaar maken. Vandaar dat we ook een ecoloog van BTL hebben ingeschakeld. En die gaat het komende jaar metingen doen. En die gaat echt nu een nulmeting doen hoeveel insectenleven is er. En die gaat gedurende het jaar nog een keer meten. En die gaat zo beoordelen of het insectenleven echt toegenomen is. En dan kunnen we ook echt aantonen van het maakt echt verschil of je die wand wel of niet plaatst. Ik denk dat we gewoon echt een mooie vergroeide wand krijgen. Dat deze wand zich gewoon heel goed heeft ontwikkeld. Omdat we ook een duurzame beplanting hebben gekozen. En daarom is deze testopstelling ook zo mooi. Er zullen misschien een paar planten uit gaan vallen die het niet zo goed doen. Maar dat wij dus hier dadelijk een heel mooi product, dat we misschien al wat planten hebben vervangen. Maar dat we dan gewoon een hele mooie, superstrakke wand die gewoon de hele zomer in bloei staat. En dat het hier zoomt van de insecten. Dat zou. Ons doel is dat in ieder geval. Ja.